Ali! Ali, 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 Ali. Hallo! Goedemorgen! Hey. Vandaag is het Taiwan. Ze gaan stemmen in Taiwan op een nieuwe president. De zon schijnt ook. 20 graden, yes! Heb je er zin in? Heel veel zin, ik heb al gewacht gewoon 4 jaar. 4 jaar gewacht voor dit moment om te stemmen. China en Taiwan is een heel moeilijk verhaal en dit is waarom. Daar gaan we. We gaan stemmen. Ik heb er ook één. Ik heb geen idee waarom. I and then vote. Hola, Ilola. Op de knop klikken. No touch, no touch. Nou, het stadhuis is heel toevallig aan de overkant gewoon. Lekker makkelijk. Ah. Oké. Okay. No picture inside. Oh ja, I see. What? Yeah. No. Ga weg, like this. Geen foto, sorry. Lin, heb je gestemd? Ja. Ben je blij? Zeker. Ja, hartstikke blij. The second. En weet je wat? De old one. Nou, ze hebben allemaal gestemd dus. Iedereen helemaal blij. Ik ben kapot. Ik ga powernappen. Cheers. Oh ja, ik ging uitleggen wat Taiwan is en China. Waarvoor die zo moeilijk met elkaar hebben. Dit is China. En hier ligt Taiwan. Voor de Tweede Wereldoorlog was China en Taiwan gewoon één groot gebied. En was er één partij. En die regeerde heel China en Taiwan erbij. Toen kwam de communistische partij. Die overrulde zeg maar de andere partij. Waardoor de originele regering gevlucht is naar China, Taiwan. Die zijn daar naartoe gegaan en die zijn daar altijd gebleven. De communistische partij is daarna door gaan zetten en heeft heel China bereikt. Die zeiden eigenlijk van, ja, Taiwan hoort ook bij China, dus dat is ook van ons. Terwijl de regering die gevlucht is van China naar Taiwan, die zit nu daar en die zegt, ja, hey, fuck it, dit is ons land. Wij gaan later, gaan wij China weer terugpakken. Nou ja, dat is een beetje een hopeful thinking. Als je ziet hoe groot China is en hoe klein Taiwan. Dat is Taiwan. En dat is China. Dus China zegt eigenlijk, Taiwan hoort bij China. Want dat is gewoon een eilandje, een provincie. Terwijl Taiwan zegt, China is een provincie van Taiwan. Daar kunnen we heel lang over gaan discussiëren wat daar waar van is of niet. Ga ik niet doen. Waar het op neerkomt is dat we nu in Taiwan 2 partijen hebben. Eentje die pro-Chinees is, die veel meer met China wil gaan doen. En een soort anti-regering die zegt van Taiwan moet onafhankelijk blijven. Daar spant het nu eigenlijk om. Snap je hem nog? Ingewikkeld jongen, die wereldpolitiek. Fucking hell. Deze heeft Iris gestemd. 53%. Ziet er goed uit hè? Thank you, thank you. Yay! Hey joh, ik ben helemaal vergeten te zeggen wie de verkiezing heeft gewonnen. Deze mevrouw. En nu is China vet boos, want zij strijdt een beetje voor onafhankelijk Taiwan.